Macro met Mujagic. Staat hier keurig in mijn draaiboek. Een macro-economische analyse met Edin Mujagic. En dan kan dat nog lezen ook, Edin. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En dat geldt voor steeds minder mensen. Want bepaalde vaardigheden, ook leesvaardigheden, wiskunde... Ja. staat zwaar onder druk in Nederland. Ja, we hebben de welbekende scheve toren van PISA. Maar de afkorting PISA staat ook ergens anders voor. Dat is om de zoveel tijd wordt er internationaal gekeken naar... leesvaardigheden, wiskundevaardigheden en van 15-jarigen in heel veel Europese landen. Daar zijn de laatste resultaten gisteren naar buiten gekomen. En dan blijkt dat de wiskundeprestaties van de Nederlandse leerlingen... die zijn vergeleken met 2006 nog niet zo scherp gedaald als nu. Maar wel boven gemiddeld? We scoren nog steeds beter dan het gemiddelde van andere landen... die mee zijn genomen in deze ondervraging. Maar dat is eigenlijk heel schrale troost. In de eerste plaats omdat het verschil wel degelijk kleiner is... dan dat die ooit is geweest. Dus als we zo door blijven gaan... is het een kwestie van een aantal jaren... waarin we onder het gemiddelde gaan zakken. En tweede is, Thomas... het feit dat heel Europa zakt, ja, dat is ook geen goed nieuws. Want als we het over economie hebben... de strijd op het wereldtoneel gaat echt niet alleen maar tussen landen. Zeker niet voor landen als Nederland, we zijn heel klein. Maar Europa doet als geheel mee. En Europa als geheel, daar zijn die vaardigheden echt... of je het over wiskunde hebt, over leesvaardigheid, natuurwetenschappen... allemaal behoorlijk gedaald. En het is natuurlijk heel belangrijk om te achterhalen waar het dan ligt... om daar volgens iets aan te doen. Maar voor mij als econoom volstaat op dit moment de vaststelling... dat die scores zakken. Want waar we het hier over hebben is niet alleen die leesvaardigheid... of de kennis die je hebt over wiskunde... Wat hier op het spel staat, is gewoon de toekomst van niet alleen de Nederlandse economie, maar de Nederlandse maatschappij. Gisteren hadden we het over het feit dat er heel weinig, te weinig geïnvesteerd wordt in onderzoek en ontwikkeling. Nou, stel dat je dat opvoert en dat je ineens het dubbele gaat uitgeven daaraan. Het zet heel, heel weinig zoden aan de dijk als mensen die er straks mee aan de slag moeten. Dat je gewoon leest dat een derde van de leerlingen onvoldoende geletterd is. Dus ze zijn voor een deel gewoon analfabeet. Gisteren ging het over die 3% afgesproken... aan het begin van deze eeuw in Lissabon. Ja. Dit is weer een somber stemmend bericht. Overigens worden er wel verklaringen gegeven... Hè, die voor jou als econoom misschien niet zo ter zake doen... maar er wordt wel gewezen op het feit dat we coronajaren achter de rug hebben... waarin het onderwijs en het geven van onderwijs onder druk kwam te staan. Positief. Andere landen hadden dat ook. En in andere landen is de daling minder prominent dan in Nederland. Dus het kan niet alleen daaraan liggen. Ja. Er is een nieuwe CAO afgesproken om het aantrekkelijker te maken leraar te worden. Er wordt nu gepleit voor een Delta-plan voor het onderwijs. Is er dan toch sprake van enige verbetering? Of is die verbetering in ieder geval opkomst? Noem me heel cynisch, maar ik hoor al 15 jaar lang geluiden over Delta-plan onderwijs, Delta-plan dit en Delta-plan dat. En ondertussen merk ik gewoon dat beleidsmakers in dit land met grote regelmaat verrast worden door dingen waar je niet verrast had mogen worden. Dat er arbeidstekorten zijn in het onderwijs. Ja, dat wist je 10, 15 jaar geleden ook al. Dat er in grote delen van het land bedrijven en huishoudens... niet aangesloten kunnen worden op het netwerk... omdat er geen stroomcapaciteit is. Wist je heel lang van tevoren. Had je er iets aan kunnen doen. Nu wordt het zelfs Almere getroffen. Dan komt het heel dichtbij. Maar je mag wel hopen dat door dit soort resultaten... dat er dan ergens iets wakker geschud wordt... zodat we naar de volgende fase als land gaan... niet meer praten over nationaal deltaplan onderwijs... maar daadwerkelijk dat deltaplan gaan formuleren... en er iets mee gaan doen. En dan moet je misschien een stip aan de horizon zetten... en zeggen, nou, de doelstelling is over x aantal jaren... moet die lijn die nu echt alleen maar daalt... die daling moet stoppen en die lijn moet weer gaan stijgen. Want wat ik net al zei, de toekomst van onze economie... de toekomst van onze welvaart, de toekomst van onze maatschappij... staat op het spel. En het is nog steeds zo dat Nederland op alle lijstjes... waar je heel hoog wilt staan... Read my mind, dat is zo, hè? Daar staan we nog steeds hoog op. Zelfs als je kijkt naar een lijstje dat ik volgens mij... gisteren of eergisteren ergens voorbij zag komen... economisch stabiele landen, terwijl er hier in Nederland... veel wordt gezegd over een wispelturige overheid... die voortdurend van beleid...
veranderd, staan wij wereldwijd op de 8e plek. Ja, en dat betekent dat je een heel klein aantal landen voor je moet gedogen, als het ware. En daarachter staan er nog 170, 180 landen. Maar kijken naar de ontwikkeling van de Nederlandse prestaties, dan zie je dat we op al die lijstjes waar we zo goed op scoren, niet zo lang geleden scoorden we daar nog een beter op. Dus je zakt 1, 2, 3 plekken. Dat betekent niet dat je dat meteen merkt in de zin dat onze economie vastloopt en dat soort zaken. Maar het gevaar daarvan is dat je steeds maar denkt, ach, we zijn een plekje gezakt van 6 naar 7 of zo. We doen het nog steeds uitstekend, dus we hoeven niet al te veel te gaan doen. Het gevaar daarvan is dat je steeds maar met 1 of 2 plekjes blijft zakken. Dat je steeds maar denkt, niks aan de hand, we staan er nog steeds goed voor. En voordat je het weet ben je zo ver gezakt dat je dan hals over kop allerlei maatregelen moet gaan nemen, terwijl je dit soort dingen in alle rust ruim van tevoren moet gaan inzetten, zodat je over een x-aantal jaren hier in de studio kunt staan en zeggen, weet je wat, in de laatste score van PISA of leesvaardigheid, wiskundevaardigheid, daar heeft Nederland beter gescoord dan in de afgelopen jaren. Daar moeten we naartoe. Zonder de onderwijskant aan jou helemaal toe te vertrouwen, want er zijn misschien andere mensen voor. Wat stel je Zeker. Voor? Hoe moet het? Moet er geld naartoe? Moeten er mensen worden vrijgespeeld? Er zijn een heleboel andere mensen die daar veel en veel meer over weten. Die hebben daarvoor doorgeleerd. Het enige wat ik als econoom zeg is, sta je niet blind op het feit dat we het nog steeds relatief goed doen. Sta je niet blind op het feit dat we op al die lijstjes nog steeds hoog staan. En vergeet niet, er staat meer op het spel dan leesvaardigheid van een 15-jarig Nederlands jongetje of meisje. De toekomst van onze economie en maatschappij staat op het spel. Dus hou op met praten over een deltaplan, dit en dat, en ga dat deltaplan formuleren en nog belangrijker uitvoeren. Edin Mujagic, dankjewel. Tot morgen. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.